rolling with the waves. Let them crash down on me. And you showed me the way. Die stond een beetje te vernikkelen voor de poort en de wifi-deurbel die ging over van er staat iemand voor je wifi-deurbel. Dus ja, ik kijk op mijn telefoon. Was het niemand anders dan onze enige echte lieve Mario? Goedemiddag. Ja, jullie zien het goed. Zo zie ik eruit als ik thuis kom door de regen en door de storm. Maar maakt niet uit. Nee hoor. Ik hou het allemaal gewoon al aan en ik pak de booster en ik ga even de stad in, want ik moet even bij de HEMA kijken voor een rek die hek. Nee, zit hier in mijn tas. Hallo lieve vrienden, een hele goede middag en welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, jullie zien het net, ik zie er nog niet uit, ik ben niet opgemaakt, ik heb mijn normale kleding nog niet aan, ik zit nog in mijn pyjama, want ik werd uit mijn bed gebeld, ja. Die stond een beetje te vernikkelen voor de poort en de wifi-deurbel die ging over van er staat iemand voor je wifi-deurbel, dus ja, ik kijk op mijn telefoon. Was het niemand anders dan onze enige echte lieve Mario? Goedemiddag. Ja, dat we hebben al twee bakken koffie op. Maar het is echt noodweer. Er was eerst eigenlijk niks aan de hand, toch? Nee, het was lekker weer. Ik denk, wat zullen ze nou? Maar het valt nu toch wel. We hadden alarm-alert binnengekregen. Ik denk, nou, weet je wat, ik blijf op bed liggen. En ik was ook niet lekker. Ik heb steken door de artrozen in mijn been. En dat voelt dus ook niet lekker aan. En ik denk, nou weet je wat, er is toch niemand die mij nodig hebt met dit weer. Ik blijf lekker liggen. Totdat de pijn gezakt is en dat ik met mijn meisjes kan lopen. Maar, jullie weten dat daar al bij de parkeerterrein een boom staat. Die ik uit huis vandaan kan zien. Nou, die ligt af en toe helemaal zo plat. Ja, dat wil je niet weten. Echt, het is giga rot weer. Ze hebben, waar was dat? Haarlem toch? Dat die boom over de snelweg heen lag. Ja. Een boom over de snelweg. Dus die snelweg afgesloten, brandweer erbij. Nou ja, wat wil je nog meer, hè? Tjonge nog aan toe, het is giga erg. Ik draai jullie even om. Als dat 1, 2, 3 wil. Ja, zo. Klepje even om, kan ik zien wat ik film. 1, 2, hoppatee. Nou, die twee bomen die leggen af en toe helemaal krom. Kijk dan. Ik heb het zo heftig met die bomen nog niet gezien. Lijkt gelijk herfst, want de bladeren die vliegen om je oren. En dat ze nog blijven staan. Ja, misschien bij de gracht, dat ze bij de gracht wel hier en daar omknakken en grote takken op de grond leggen. Ik ben blij dat ik nou niet buiten loop met mijn meisjes. En dat wil je toch niet? Jeetje. Ja, mijn raam staat nog open, geloof ik. Ja, ik geloof dat het kan wel of buiten is. Oh jee. Nou, die schuilt hopelijk. Wel, mag ik hopen. Ja, die is buiten. Die wou naar buiten. Dus die heb ik buiten gelaten. Maar ik zie hem niet onder een auto liggen of zo. Nee, ik zal zo meteen even roepen. Kijken of die komt. Dus ja, dat dus, lieve vrienden. Nou, klep die weer om. En jullie weer omdraaien. Zeer, dat moet je wel willen. Zo. Dus ja, we zien het wel, we zullen het wel beleven. En ik zou zeggen gewoon, als jullie ook dit weer hebben, blijf binnen, blijf thuis. Hoeft niet hoor, niet voor mij. Nee. Maar het is maar net, je hebt tegenwoordig dat de dakpannen, tenminste vroeger had je dat met dit weer. Dat de dakpannen naar beneden komen. En heb ik geleerd, loop langs de gevels van de woningen en gebouwen.
Want die dakpannen, die nemen altijd een wipje in de dakgoot en dan komen ze verder weg terecht. Dus krijg je ze niet op je hoofd. Nou ja, in ieder geval, pas gewoon goed op jezelf. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en geniet een beetje met ons mee en tot later. Zo, lieve vrienden, nou ja, Wilma wil ik zeggen. Mario is al geruime tijd de deur weer uit. De kopjes staan er nog wel, mijn kopje ook nog. Ga je heen en vermenigvuldig je. Wegwezen. Maar ik ga mijn regenpak aan doen en ik ga de meisjes uitlaten. Ja, want die moeten er nodig uit. En het regent om de havenklap en we krijgen de ene piek naar de andere piek. En dan weer lagere buitjes en dan weer een hoog buitje. Dus mijn regenpak gaat wel aan. En ik merk dat mijn bril vuil is. Dus die gaan we eerst even schoonmaken. En dan is het... Het is 14 graden, zei Google. Dus ja, ook niet zo leuk. Dat is niet al te warm. Kan er ook niks aan doen. Daar zit nog een vegel. Vegel van haar, ik denk een veeg. Nou, dat wil ook niet zo, nou ja. Het is in ieder geval beter dan het was, dus ik ga mijn regenbroek aantrekken. Ik heb ook een nieuwe broek aan, gisteren gekocht. Ik heb er eentje weer weggegeven aan Mario, want die had er ook bijna geen cent te maken natuurlijk. Maar ja, nog voor de verjaardag erbij, want die was mijn te wijd. Ik heb hem gisteravond aangehad, is mijn te wijd, dus ja, nog schoon. En dat was een XL'tje. Ik denk, ik neem twee soorten maten mee. Want ik weet niet welke maat mij past. Nou, die XL was mij wat te groot. Dus ik heb een L'tje nu aan. Dus helemaal toppie. Ik had eerst wel XL. Maar ja, nu dus niet meer. Regenbroek. Moet ik eerst hebben. Hoppata. Even zien wat de achterkant is. Daar. En dan gaan we zo lopen, hè, meisjes. Jij. Ja. Zo, die pijp is aan, dan moet hij even dicht. Daarheen een drukketje voor de onderkant. En ik moet trouwens ook weer een nieuwe regenbroek sowieso hebben, want deze is zowat alweer gaar. En je ziet er weer hier en daar dwars doorheen. Ja, dus ja, als het weer beter weer is, even... Bij de Action kijken of bij Big Bazaar hier. Ik moet ook nog naar de VOMA, dus ik kan nog gelijk ook eerst even kijken bij Big Bazaar of ze regenkleding hebben. Ja, ik weet niet eens wat voor maat ik nu aan heb. Dat is wel een XL, want ja, je moet het wel over je normale kleding heen aan kunnen doen. En het zijn maten die klein vallen van die regenpakken, daar baal ik ook van. Want ik heb ooit 3 keer XL aangehad. Nou, ik kon hem amper uittrekken, weet je. Nou, wat past daarin? Een maatje 36. Dus verkeerde labeltjes erin. Ken je dat? Verkeerde maatlabeltjes. Ja. Ja, echt waar. Hé? Ja, nou Rijka? Ja. Ja. Oh ja, die pijp moet nog wel dicht. Welke was dat nou? Oh, ik heb ze al dicht. Is ook zo. Nou, dan heb ik die aan. Dan moet ik... ja. Ik denk dat ik dan zweten ga. Ik een beetje mijn vest aandoen. We gaan dan even mijn vest... Hier, ik heb zelf nog koffie staan. Dat was nou koud, maar wel lekker. Ja, ik lust ook koude koffie. Niet altijd, zo nu dan. Als ik het koud laat worden, ik gooi het niet weg door de gootsteen. Vind ik zonde. Ja. Maar er moet geen smaakjes erin hebben. Nee. Nee. Net zoals mijn thee, liever geen smaakjes dan wel. Nee, aardbeien thee of wat dan ook moet niet hebben.
Dat vind ik zo walgelijk vies. Dan moet de broek weer even een stukje naar beneden, want ik doe mijn vest erbij in. Zo. Hoppata. Tita Tovenaar. Het is momenteel aardig droog. Nou, ik heb geen haarlak er nou in, dus mijn capuchon kan ik altijd opzetten wanneer het al begint te spoelen. Maar ja, als je mijn buienalarm moet geloven, dan komt de ene regenbui naar de andere. Maar het is nou zo goed als droog. Oké, de poort is wel een beetje vochtig, maar dat is al. Dus ja. Hé, meisjes? Ja. Deze jas, deze regenjas, heb ik al zo lang. En er zat een grijze broek bij. Maar die grijze broek, ja, misschien is dat al wat anders geworden, dat weet ik niet. Maar, ik heb nog geen oorbellen in. Nee, bewust nog niet. Want als het al gaat regenen, moet mijn capuchon nog. En dan gaat dat zeer doen. Dus dat moet maar niet. Dan gaat dat steken in je nek. Dus dat doen we nog even niet. Ja, ik kon die niet vinden. Alles dicht, behalve die nog. En dat hoeft nog niet. Die aan de kant. Ik moet mijn sleutels zoeken. Die zit in even die jassen daar. Jo! Het is ook wat dat je af en toe een winterjas aan moet hebben, hè? Daar zijn de sleutels. En snoepies. Even zo warmen. Nou, even daarop leggen. Rollator gelijk mee. Holkidee, holkido. En we doen het zo. Ja, sleutels. En nou zien jullie niks. Dan enkel op deze kant. Ik moet mijn telefoon nog even hebben, want ik hoorde wat waar ik niet blij van word. Die moet uit. Die moet uit. Daarop drukken, kom op. En die naar beneden, dan is alle geluiden weer uit. Handel. Die naar voren. Zo. En ik zal jullie eventjes nog omdraaien. Zo, dat kunnen jullie me weer zien. Dat is toch weer niet leuk. Nee, dan denk je van, ja, wat heb ik nou aan die onderkant van Corina? Niks. Ik moet mijn zonnebril ook even hebben. Die heb ik altijd op. Als je buiten komt, kan die lucht zo scherp wezen. Nou, dat wil je niet hebben. Wie moet er snoepie? Wie moet er snoepie? Ja, dat dacht ik wel, hè, kind. Je oortje staat niet goed, zo. Oei, 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 wat is het dat? Oeh, lekker. Jij ook, jij? Grote meisjes, hè? Ja, echt wel. Nou, dat is die tuig weer, die gaat weer om. Dat is van het merk Neva. Ik laat het jullie wel weer even zien. Ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Neva, dit is het, kan je omtoveren tot een waterbakje. En hier zitten de snoepjes in. Dus ja, die ga ik zelf dus omdoen. Ook voor de mensen die graag mogen joggen. En samen met een hond of honden is dat heel makkelijk. Nou, en dan heb je hier deze haak. Komt dan deze twee ringen. Dan heb je daar een zwarte ring tussen. De eerste gedeelte is van elastiek. Dan heb je hier een handgreep. Dan is dit gewoon strak. Tot deze ring weer. En van deze ring, die ring is helemaal dicht. Zit niet, hoe noem je dat?
geen naad in. Dan heb je hier een eentje hangen. Daar zit rijker de halsbandje aan. En dan heb je er hier een hangen. Nou ja, dat zien jullie weer. Dat is Newa. De halsband voor de grote dame. Die krijgt ze zo meteen om. Allebei. En dan gaan we lekker wandelen. En ik zeg tot straks. Ja, jullie zien het goed. Zo zie ik eruit. Als ik thuis kom door de regen en door de storm. Maar maakt niet uit. Nee hoor. Ik hou het allemaal gewoon nog aan. En ik pak de booster en ik ga even de stad in. Want ik moet even bij de HEMA kijken. Voor een recti. Die hek. Nee, zit hier in mijn tas. Laat het open. Moet mijn tas even nakijken. Gaan we ook nog doen. En voor een wenkbrauwpotloodje. En ik moet naar de voormaar, want ik heb geen koffiemelk meer. En morgen komt Willy weer. En die heeft koffiemelk. Dus ja, dat moet ik toch doen. Dus weer of geen weer. We gaan er gewoon weer voor. Ze zeggen geniet en geniet mee. Ja, ik zie er niet uit. Mijn haar heerlijk door de war. Muts op, muts af. En de winter door. Ja, wat wil je nog meer? Maar ik ben thuis, ja, lieve vrienden. Echt, ik ben thuis en ik blijf thuis. Ja, waar moet ik hem nou even neerzetten? Ik weet het even niet. Nee, ik weet het even niet. Nee, ik weet het even niet. Haha. Nou, ik zet jullie even daar neer. Zo. Ja, kind. Ja, lieve schat. Ja. Ja. Even. De boel eruit halen, dat is mijn portemonnee die heb ik niet nodig. Maar, twee potloodjes. Ze zijn wel enkel weer ietsje donkerder. Maar ja, als er niks anders is. De andere was weer te licht. Nou, dat wil je ook niet. Dat is mijn telefoon, die moet wel uit. Zo. Ja. De andere is grijsbruin. Dus, maar ja. Voilà. Snap, doe nou even. Wilt u niet dicht? Zo. Haha. Voilà. En een tas met boodschappen. Heb ik. Ja. Een tas met boodschappen. Nou. Hup. Even die stoel omdraaien. Zo. Even mijn stok erbij. Zo. Even om het gat denken. Ja. Zo. Hè. Mijn hemeltje. Jullie daar weer neerzetten. Zo. Zo meteen een bakje koffie. Dat ben ik wel aan toe. Echt wel. Ik weet niet eens niet hoe laat het is. Ik weet niks. Nee. Ja, ik heb ook wat voor jullie mee. Zo. Oh ja, ik moet sleutels eruit. Dat is mijn sleutel van de booster en een snoepie. Nog meer? Ja, nog een snoepie. En mijn hele sticky. Dan moet ik de andere bussen hebben. Daar, oh nee, die ligt daar. Ik ben echt gek af. Echt. Zo. Zo. En nou, dan gaan we erbij zitten. Ja, ik heb wel een beste bak water over me heen gehad hoor. Echt. Een hele bak met water. Hi kind. Hi lieverd. Dat kristalstaartje van Rijka. Hé? Maar ja, ik heb ook een heel... Ach, Gosje, ja, gelukkig, maar dat jullie dat niet zagen. Een vogeltje, een musje, een huistuin en een keukenmusje, weet je wel? Die vloog tegen het raam aan, oh, Gosje.
Door de wind, hè? Oh, goeie. Zielig, hoor. Ja. Ja, ik hoor je, Kandel, maar je wacht maar even. Kanonnen. Ben back af. Ja, dat heen je wanneer je op wordt gehouden met een gesprek. En weer door een Marcel. Tjonge, nog wat toe. Blijf je de Marcellen. En ik heb nog een meneer gesproken, die heet Eddie. Die wou mij helpen om wat te pakken. Ik zei, nee hoor, ik wil enkel maar weten wat het kost. Hij zegt, alles kost hier een euro. Ik zei, nou, dan wil ik het wel hebben. Ja, omdat dat was bij mij eigenlijk op. Van die haken, ja, hoe moet ik het zeggen? Waar je iets aan vast kan koppelen. De honden of zo, weet je. Nou, ik ga even dit ophangen. Dan laat ik jullie eventjes zien wat ik gekocht heb. Maar dan moet ik eerst mijn stok weer hebben. En dan ben ik dit maar weer kwijt. Dus ik laat jullie eventjes lekker alleen. Om dit op te hangen. Zo. Hi kerel. Hi mijn mannetje. Hé? Ach, wat is die dikkie. Hé? Kan wel eens zien. 1, 2, 3, hangt. Daar. En dan nog hier eentje. En wacht dan hier. Zo. Voilà. Ja. Ja. Die kan hier. Kijk, die waterbak hebben jullie ook nog niet gezien, hè? Nee. Ik zal hem eventjes laten zien. Kijk, dat is de waterbak van de dames. Leuk, hè? Een fonteintje. Moet denk ik met Rijka er weer mee bezig, want die doet het nog, geloof ik, nog niet. Dus, maar Elwing die doet het wel. Die drinkt er al wel van. Maar ik moet Rijka nog leren, gewoon met snoepjes. Snoepjes erin, op dat witte plateau en een snoepje op dat pootje. En die wil eruit. Ja. Wil jij de hoek, kind? Je moet niet vallen, hè? Hé, je moet niet vallen, hè? Kereltje. Doe maar. Ja, het wordt weer beter weer. Hé? Doei, schat. Ja, de wind die begint aardig te liggen ook. Dus daar ben ik alleen maar weer blij mee. Dus. Nou, dan. Nou ja, uiteraard, die hebben jullie al gezien. Natuurlijk moet ik die hebben, hè. Anders, ja. Maar het is een beetje nat. Dus dat ga ik niet op mijn tafel leggen. Dus maar op de stoel. 1, 2, 3. 4 maal brood. Ja, ik weet trouwens niet eens waar ik het neerleggen moet, want de aanrecht staat ook vol en daar kom ik vandaag niet aan toe. Ik heb er geen zin in, ik ben ja, daar te moe voor. Ik wil ook nog een vlog in elkaar zetten vandaag. Dus ja, ik heb 2, 4 maal in kwartetten. Melk, koffiemelk, oftewel monken van de kou. Dus ja, helemaal blij ermee wat dat aan gaat. Even dat ken je in een kommetje en deze drie graden daar. Nou, dan heb ik worteltjes en broccoli, allebei onder een euro. 98 cent geloof ik. Zoiets, zeg maar een euro. Dus groenten voor 2 euro. Wie doet je wat? Goed, hè? Ja, goed bezig. Nou, dat kan wel opstaan, want dat is niet nat. Zo, nou, dat moet naar de wc. Met, hoe heet dat? Lavendel, hè? Ik kon er even niet op komen, geloof ik. Lavendelgeur. Nee, eucalyptus staat erop.
Ja, ik meen ook dat het, weet ik veel wat erop stond. Weet ik veel. Het ruikt in ieder geval niet naar bleek. Maar het is wel bleek. Nou, ik lust absoluut geen boter op mijn brood. En ik denk, nou, weet je wat, ik probeer weer... Ik neem gewoon een bakje van salade mee. Boter is ook hartstikke duur. Tenminste, dat kan duur zijn. Ik denk, weet je wat, ik neem salade mee. Dit is vrije uitloop ei bieslook salade. Nou ja, 1,69 geloof ik. Ik denk, ik vind lekker op brood. Het is weer eens wat anders smaak. Wel een vleeswaren er ook op, maar in plaats van boter. Ja, je krijgt dan toch je vetten erbinnen die je naar binnen moet hebben. Dus ja, dat komt helemaal goed. Dat komt zo meteen, want ik heb ook vleeswaren mee. Wat ik bedoel met die haken, waar ik het net over had. Ik gelijk ook sleutelringen, zien jullie dat? Voor mijn knuffeltjes, voor mijn Pokémon knuffeltjes voor aan de booster. Ja, dus toppie. Nou, dan want meneer Marcel, die hier in huis was, die ik eruit heb gezet, die vuilak. Die had één flesje, één zo'n fles, in één keer opgebruikt, hè. Hoe dan? Ik gebruik maar een beetje. Je hebt niet zoveel nodig. Dat, ja. Dus, dan heb ik deze nog wel. Maar ik denk, ja, ik koop er maar weer twee terug, want die andere is al weg. Die heeft hij in één keer opgebruikt, ja. Oprotten. En dan ook nog in de koelkast terugzetten, hè. Terwijl die leeg is. Kan je dat? Oh, woest. Echt woest. Zo, die was laag. Wou jij er weer in? Wil er weer een erin er ook? Meneertje kan bellen, wil erin. Kijk. Kom eens, schatje. Snoepie. Ja, kerel. Ja, kerel. Maar kom dan. Oeh, lekker. Lekkere kerel. Dat lust meneertje wel. Hé? Ja, je hebt genoeg. En ik heb trouwens nieuwe mee, maar twee zakjes, maar wel dezelfde smaak. Hé, wat doen we daar? Had ik jullie toestemming gegeven om wat te vervreten? Ja, dat dacht ik wel. Hoppata. Ik heb daar geen zin in. Ik heb straks wat anders voor jullie. Dan gaat dit me weg. Dit was van Mario. En ja, die had op de krantenbak gelegen. Maar dat ligt dus niet veilig. Nee. Ik geloof gewoon dat ik de troep maar gelijk in de container gooi. Ik zie wat. Er komen weer twee puntjes aan voor twee bladertjes. Ja. En dus, helemaal geweldig. Zien jullie dat? Daar. Twee puntjes. Ja. Helemaal blij mee. Ook hier ook komt er nog één aan. Van de mini orchidee. Hier komt er nou eindelijk ook één aan. Ja, die is een beetje zielig. Dus ja, daar moet meer kurk of hout in, weet ik veel. Dus ja, maar in ieder geval, we gaan verder met de boodschappen. Daar waren we mee bezig. Gaan we weer mee door. Zo.
Wat ik al tegen Tandal zei, ik heb twee zakjes en dat wel dezelfde. Dus ja, met kaas en gevogelte, ja, dus helemaal goed. En... Nee, dap. Weg. En we willen het allemaal niet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pakjes vleeswaren. 1 schouderham, 1 boterhammenworst. 1 snijworst, 1 gebraden gehakt. 1 grillworst. 1 gekookte Gelderse en salami. Lekker. Ja. Zo. En als de bus met de biscuitjes op zijn van de meisjes, heb ik hier weer een andere zak met lekkernijtjes. Dat is dus voor de meisjes, maar ik heb nog wat en dat krijgen ze zo meteen. Dan moet ik eerst dit weer wegzetten. Dat heb ik hierin. Die krijgen ze. 100 snacks, kouflappen. En er zitten er 2 in. Dus ja, krijgen ze allebei weer. En dus, voilà. Zo. Dan kan daar even. Oh, kom daar. Denk je er even om met je pootjes? Oh jee. Wacht even, ik draai even het kleppie om. Want dan zie ik niks. Wat ik doe. Rijka, waar ben je? Rijka! Kom dan. Alwin. Oh, dat vind ik zo heerlijk, hè. Daar geniet ik van. Echt, daar geniet ik van. En van die kleine meid. Kijk, die heeft het straks zomaar op. Ze heeft ook de grootste. Ja. Oh, wat lekker, kind. Is het zo lekker? Is het zo lekker, meisje? Oeh, mag dat niet? Ja, vrouwtje mag alles, zeg maar. Hé? Ja, nou, mag vrouwtje pakken? Of mag dat niet? Nee, mag het ook niet? Hé, kind. Heerlijk toch, die meisjes te verwennen. Ja, ik vind er gewoon, ja... Eén keer in de tijd moet dat even kunnen, toch? Ja, nou, dan moet ik de troep opruimen. De avond laat ik nog even staan, want ik ben, ja... Ik ben blij dat de rust in mijn huis is wedergekeerd. En, ja, als hij belt, ik weet nou zijn nummer. En niet uit mijn hoofd, maar ik zie het wel, omdat het een lang nummer is. Niet hier in Nederland. En, ja, tenminste geen Nederlands nummer, laat ik het zo zeggen. Het is een buitenlands nummer, terwijl die wel in Nederland vertoeft. Ja, en ik weet ook niet meer wat ik van hem geloven moet. Jij weet ook niet wat je wil, dan wil je weer weg. Boefje. Hé, boefje. 1, 2, doei. Nou, ja, dus ik zal de tas even opvouwen en de boel op gaan ruimen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet gewoon verder van je dag. Ik weet niet eens hoe laat het is. Echt niet. De computer staat nog niet aan. Het is 17 uur, 28 op mijn horloge. Waar is mijn telefoon? Dat is de juiste tijd. Die ligt daar. Nou, eens even koekeloeren. 17 uur 27 is het. Dus ja. Komt goed. Ik zou zeggen, hou gewoon vol goede moed. En tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn jas weer aan.
Ik ga weer naar buiten met de meisjes. Het is... Hoe lang leven we eigenlijk exact? Even zitten. Even zitten. 22 uur 21 leven we. Ik ga de meisjes uitlaten. Ik was vanmiddag ook laat, dus ik kon nou ook laat. En ik heb alweer een vlog naar YouTube gebracht. Ja, die is al klaar ook weer. En ik probeer zo meteen als ik terugkom nog weer eentje te doen. Of me dat lukken gaat dat die afkomt, weet ik niet. Maar dan kan ik er morgen mee verder. En dan kan ik morgen er altijd nog weer eentje maken. Ja toch? Komt helemaal goed. Maar ik zeg nu een hele fijne verdere avond. En zo vast. Welterusten als je gaat slapen. En gezond weer op. En ik zeg gewoon zoals altijd. God houdt over ons allen de wacht. En ik zeg graag tot aan de andere kant van de nacht. Tot dan.